eens graag. Heb je misschien zin om vanavond wat te gaan drinken? Ik kan niet. Ik moet mijn vader helpen. Zou je hier nog even naar kunnen kijken? Ja? Mooi. Ah, ze is geweldig. Ze is mooi, ze is intelligent. Ze heeft gestudeerd. Ze weet precies wat ze wil. En ze is lief en charmant en ze kleedt zich echt fantastisch. Ja, 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 ja. Ik hoor het al. Mijn vader is in zijn tweede puberteit beland. Ik ga weer. Ja, maar echt. Het is echt een heel bijzondere vrouw. Als je een brief van de bank krijgt, moet je het even laten weten. Dat is belangrijk. Oké. Okay. Tekening wel, even. Hey, oh, en je krijgt trouwens als de groeten van de jongen van de groenteboer. Oh. Alweer? Hm. Oh, Sandra. Ik krijg trouwens een sms'je van Anna. Pap. Wat? Er zijn dingen die ik niet van je wil weten. Hallo. Hey, hallo. Is er iets? Nee. Gaan jullie iets leuks doen samen? Ja, we gaan naar de film. Angèle et Tony. Franse film. Ja. Ja, ondertiteld natuurlijk. Ah, oké. Okay. Veel plezier samen. Ja, dat gaat wel lukken. Hoi, schat. Hoi. Ik heb iets voor je. Oh. Dank je. Lees je niet? Nee, ik weet niet waarom ik het lees. Maar we moeten ook zo weg, anders komen we heel veel uit voor de film. Ik lees hem echt straks. Daar is het. Ja, dank je. Vind je hem mooi? Ja. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Oh, ik wil nog een paar boekjes kopen voor mijn kleindochters. Die komen dit weekend logeren. Mag ik even? Ja. Sandra er niet. Nee. Nou. Zoals je hier altijd kan zijn. Ach. Je weet het. Alleen morgen eind van de middag kom ik nog langs. De rest van het weekend is helemaal voor mijn kleindochters. Ja, nee, tuurlijk. Schrijf mij maar af. Ja, dat is goed. Ik beloof je, ik ga ze echt te zien. Oké. Okay. Nou, tot morgen. Hey. Hey. Hele weekend met z'n tweetjes, Rembrandt. Hele weekend zonder haar, hè? Ja. Thank you.
Papa. En? Hoe was de film? Is je Frans verbeterd? Dat zijn we grappig vandaag. Oh, Sam. Ik heb deze nog. Wat? Nee, laat maar. Ja, hallo, ik spreek met Sandra de Waard. Ik bel in verband met een brief die ik namens mijn vader heb gestuurd. Ja, ik wacht wel even. Hallo. Hey. Tadaa. Verrassing. Ik ga een feestmaaltijd koken. Jullie mogen niet weten wat het is, dus hup, de keuken uit. Ik roep wel als ik iets nodig heb. Kip. We gaan kip eten. Ja, dat lees ik. Het staat op het etiket. Nou, mijn keuken uit. En je begint er niet over, hoor. Hey, Sam? Ik zeg niks. Nee, maar ook niet als het te sprake komt. Ik wil gewoon niet dat ze het weten, hoor. Mm. Anders denk ze dat ik dom ben. Oh, het is zo schattig als ik ze s'avonds op de rand van het bed voorlees. Die fris gewassen kopjes. Die oudste lijkt heel erg op de moeder. En ook wel op mij. Ze leert net een beetje lezen en schrijven. Er is niks meer veilig. Er gaat een wereld voor haar open. En ze pakt alles op en leest alles hardop voor. Mijn oude speelgoeddozen en de krant. Een pak hagelslag. Alle hagelslag over de ontbijttafel. Lees jij veel? Papa is veel van schilderkunst. Ja, ja, ik ben dol op de impressionisten. Daar weet ik helemaal niks van. Nou, ik wil je best wel wat laten zien als je dat leuk vindt. Graag. Is het alweer zo laat? Ik moet er maar eens vandoor. Dag Sandra. Dag pap. Geniet van de afwas. Dankjewel. Weet je het zeker? Ja, kom maar op. Dit is een studieweekend. We beginnen met de eerste letters van het alfabet. Mm-hmm. Nee, doe jij maar. Geef maar voor. Okay. We lopen. Is het met twee O's? Nee, met één. Nee, dat is een B. Dan moet het stukje naar beneden. Wat doe jij hier nou? Blijkbaar kom ik al gelegen. Heb je hier normaal om zomaar binnen te komen vallen? Je hebt me de sleutel gegeven. Je was het hele weekend bij je kleindochters. Ja, maar Maaike werd ziek ineens en ze wilde bij haar moeder blijven. Dus we hebben het oma weekend een weekje uitgesteld. Ja, maar had je me niet even kunnen bellen of zo? Het even kunnen laten weten? Waarom geef je mij een sleutel als ik eerst moet laten weten dat ik langskom? Ja, weet ik veel dat je ieder moment zomaar kan binnenvallen? Dat zal ik niet meer doen. Je zult van mij geen last meer hebben. En zie je nou wat er van komt? Ik zei het dat ik veel te oud ben om aan deze onzin te beginnen. We hadden gewoon nooit moeten beginnen. Pap. Ja. Hartstikke verkeerd gedaan. Ik ben er kwijt, gewoon. Ze doet de deur niet meer voor me open, ze neemt de telefoon niet eens meer aan. Ik ben er gewoon hartstikke kwijt. Dan kan je nog maar één ding doen. Als ze de deur niet meer open doet, en ze neemt de telefoon niet op, je kan haar een brief schrijven. God, dat zijn we grappig. Nee, echt. Als je haar een brief schrijft, dan kan ze die lezen wanneer zij dat wil. Ze kan reageren wanneer zij dat wil. Een brief is een goede manier om een ruzie bij te leggen. Mag jij mij helpen? Ja. MUZIEK
ze? Ja, Anna heeft een keer een liefdesbrief voor me geschreven. En ik durfde jou niet te laten lezen en dacht ik, nou, misschien begrijp ik er zelf wat van. Ja, en? Het is geen normale taal. Wat bedoel je? Ja, het is gewoon een gedicht of zoiets. Is dat erg? Ja, natuurlijk is dat erg! Ze hebben me niet gewoon ontzettend dom dat ik zo'n oersimpele brief heb geschreven. Ze hebben ook gewoon iemand die gedichten naar haar schrijft. Wat moet zo'n supervrouw die dit schrijft dan met zo'n man als ik? Laat eens zien. Dit is geen liefdesbrief. Dit is een rapport van een kerncentrale. Een wetenschappelijk rapport. Anna heeft er alleen maar lieve Peer en liefste Anna aan toegevoegd. Lijkt erop dat Anna jou al veel eerder door had, pak. Ik ben zo ontzettend trots op je. Sandra. Wil je wat met me drinken? Ja, tuurlijk. Momentje.